Dames en heren, goedenavond. 10 jaar geleden vroeg men zich in Arnhem af of die trolleys maar niet moesten worden afgeschaft. Want ze waren nogal duur in aanschaf en bij verkeersopstopping zaten ze muurvast omdat ze niet konden uitwijken. Een enquête onder de Arnhemse bevolking gaf de doorslag. Het bleek dat de Arnhemmers bijzonder verknocht waren aan hun trolleybussen en dat ze die graag wilden houden. Trolleybussen zijn in Arnhem gebleven en het trolleynet is de laatste jaren zelfs uitgebreid. Er zijn busbanen aangelegd, zodat de trolleys niet gehinderd worden door het stadsverkeer. Voor de Arnhemmers bleef de trolley het ideale vervoermiddel, net als 10 jaar geleden. Wat vindt u van de trolley? Uitstekend. Moet die blijven? Ja. Het is een prima bus, prima vervoersmiddel. En ik zou niet anders willen dan de bus, de trolleybus. Oh, die vind ik voortreffelijk. Maar houden. Ik moet u zeggen dat aanvankelijk ik wat mathematisch ingesteld wellicht heb gedacht van gut, die milieuvervuiling van die dieselbussen is toch eigenlijk niet zo groot en zouden niet die trolleys toch ook maar moeten laten verdwijnen, want je moet dan toch maar weer zorgen voor busbaan, bijvoorbeeld. En ik ben daar toch wat van teruggekomen. Het is namelijk zo dat, wat de reden ook mag zijn, ik moet zeggen dat uit de vele reacties de laatste jaren mij duidelijk is geworden dat de Arnhemmer de trolley een plezierig vervoermiddel vindt. De trolley is dus populair bij de Arnhemmers. Het is een prettig vervoermiddel. De sterke elektromotor is bijna geruisloos en produceert uiteraard geen uitlaatgassen. Bij zijn concurrent, de dieselbus, ligt dat wel even anders. Als chauffeurs van de trolleybus? Nou, het rijden bedoelt u? Het zorgen voor het rijden? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat rijdt heerlijk. Schoon, geen lawaai, ideaal rijden. Er zit veel prettiger. Ja, er zit er gezelliger in. Ze stoten veel minder. Het eerste, het is veel rustiger. Je hebt het lawaai niet zo. En het gaat ook vlugger nog. Je vindt wel dat hij moet blijven? Ja. Ja, dat is wel helemaal blijven. We hebben hem de hele dag voor de deur. Dus ik vind de trolley het best, het maakt ook niet veel lawaai. Krijgt u ook wel dieselbussen langs uw deur? Ja, ja, die hebben we ook voor de deur, ja. Maar die maken ontzettend veel lawaai. We hebben de slaapkamer aan de voorkant en dan kan je gewoon niet slapen van het lawaai. Nou, ik vind het wel fijn. Ja, waarom? Nou, niet zo stank en zo in de stad. Als je fietst en dan ruik je dat allemaal, snijd je de adem af. Vindt u trolleybus fijner mee te reizen? Ja. Fijner dan zo'n dieselbus? Ja. Waarom? Waarom? Omdat hij veel prettiger rijdt. Hij rijdt rustig. En daar moet je maken dat je op je plaats komt, anders lig je op je achterste. Huh? Is de trolley nou veel duurder dan een dieselbus? Ja, als u dat vraagt, dan moet u geloof ik even onderscheid maken tussen de aanschaffingskosten en de kosten per buskilometer. Als u kijkt naar de aanschaf, dan is hij veel duurder. Wij kopen nu op dit moment 5 trolleys voor 150.000 gulden. En als u kijkt naar een dieselbus ter vergelijking, dan kost die ongeveer 110.000 gulden. Maar dat is weer niet helemaal een eerlijke vergelijking. Bij die trolleys die we nu kopen, gebruiken we ook nog wat gereviseerde materialen. Wat vind je? Trolley hobbelt lekker. Ja? Ja. Geen duim zo ver. Ja. Trolleys moeten blijven. Ja, vanwege de milieuvervuiling. Geen grijns milieuvervuiling zit eraan en het is nog goedkoop ook vanwege die elektriciteit. Nou ja, trolleybussen, er is een groot probleem met het onderhoud van alles wat je daarboven in de lucht hangt. Maar
Ik dacht toch wel het milieuprobleem ook. Vooral omdat je zo vaak ziet dat die dieselbussen zo ontzettend slecht zijn afgesteld. Nou, ik rijd dus liever met trolley, was veel liever dan diesel, omdat het veel rustiger rijdt. De mensen zitten er ook veel rustiger in, het schudt allemaal niet zo, het rijdt allemaal veel geleidelijker. Je trekt bij een halte namelijk lekker vlot weg. En het probleem wat de mensen denken is dat je dus aan een lijn zit, achter speelt helemaal geen rol, want we kunnen redelijk ver genoeg uitwijken. Ja. Maar als nou dat ding eraf is, hè, dan moet je daar gaan hengelen, is dat niet erg lastig? Ach, maar moet je eens luisteren, wij zijn allemaal wel zo geïnstrueerd dat het maar heel weinig voorkomt hoor. Dat kan natuurlijk eens gebeuren, maar toch echt niet zo vaak. Het nadeel van de trolleybussen in het drukke stadsverkeer is dat ze vastzitten aan de bovenleiding. Daardoor kunnen ze niet van hun route af om de verkeersopstoppingen te ontwijken. De KEMA in Arnhem heeft kort geleden een systeem ontwikkeld om de trolley minder afhankelijk van de bovenleiding te maken. Door middel van een aantal sterke tractiebatterijen zou de bus zelf in zijn energie kunnen voorzien en zo toch een ommetje kunnen maken als het verkeer vastzit. Die batterijen zouden ondergebracht moeten worden in een aanhangwagentje achter de trolley. Ja, dat is inderdaad, dat is een van de problemen waar we op het ogenblik voor wat betreft dit systeem mee zitten. Dat is een toename van de massa van de trolleybus door dat aanhangwagentje van 3 tot 4 ton. Dat dit gewicht met 25% toeneemt, ruim. En waardoor dus het energieverbruik met hetzelfde percentage zal moeten stijgen. De proeven met het accuwagentje gaan door, maar voorlopig heeft Arnhem een andere oplossing gevonden. Je kunt ook denken aan het treffen van verkeersmaatregelen en dan noem ik met name de busbanen. En de ervaringen die waren daar zo positief van, dat op het ogenblik een plan wordt uitgewerkt om het hele busbanenstelsel nog verder uit te breiden, daar waar het nodig is. Er mogen geen andere auto's komen, dus de kans op opstoppingen en het ondervinden van het nadeel van de trolley, namelijk dat hij met zijn geleidestaven vastzit aan die bovenleiding, heb je niet wanneer je een goede busbaan hebt. Ik rijd op een trolley. Maar ik rijd het liefst op, hoor. Ik rijd het liefst op de trolley en diesel, ja. Waarom? Nou ja, het rijdt voor mij rustiger. Ik vind het veel rustiger als diesel. Ja. Dat vinden de passagiers ook wel? Passagiers vinden dat ook, over het algemeen het hele publiek wel hier aan. Die willen dat ding graag houden hier. Het is geriefelijker, vind ik het. Het is geruislozer. Het schokt niet zo. Nou, ik vind het een heerlijke bus en ik vind dat hij niet weg moet. Waarom vind je het een heerlijke bus? Nou ja, je hoort die motor niet. En als je dan iets te leren hebt, bijvoorbeeld aderskunde, dan ken je niet, anders hoor je die motor en nou hoor je niks en dan kan je lekker zitten lezen of zo. Dat vind ik. Ik vind de trolley dat hij niet weg moet. Een trolleybus, nou, dat is wel praktisch, wel handig. Waarom is het handig? Nou, je kunt vlug overheen komen. Maar vindt u een trolleybus fijner dan een dieselbus? Ja, ik geloof het wel. Het schuift niet zo en zo. Het maakt ook niet zoveel lawaai. Trolley moet blijven in Arnhem. Ja, vind ik wel.